Met het einde van het jaar in zicht komt ook de discussie over de gevaren van vuurwerk weer op gang. Om het letsel aan ogen als gevolg van vuurwerk tegen te gaan, wordt aangeraden om op oudjaarsnacht een vuurwerkbril te dragen. Er zijn nog steeds jaarlijks meer dan 200 slachtoffers, vuurwerkslachtoffers. Dat percentage is vorig jaar maar afgenomen met 14%. Dat is teleurstellend. Dus wij hopen met meer vuurwerkbrillen veiligheid te creëren en minder slachtoffers. Dat is de opzet. Het grootste probleem, wat ik al zei, is dat die omstanders zo vaak getroffen worden. En ja, dat zijn mensen die ook helemaal niet weten dat ze gevaar lopen. En vandaar dat het opzetten van een veiligheidsbril, of je nou vuurwerk zelf afsteekt of dat je erbij staat, is gewoon essentieel. En eigenlijk moet je al, als je de deur uitgaat, die veiligheidsbril meteen opzetten. Want dat beschermt wel je ogen heel erg goed. De boodschap dat er dus veel gevaar kan opleveren door gewoon naar vuurwerk te gaan kijken terwijl je het zelf niet afsteekt, ja, die moeten we gewoon veel beter verbreiden. Dat gebeurt op dit moment op alle lagere scholen in Nijmegen en omstreken en ook in Nederland. Maar die boodschap is nog veel te weinig bekend. Landelijk delen wij 17.000 brillen uit, waarvan in Nijmegen 1.000, samen met de winkel in Dukenburg en hier dus Nijmegen Centrum, hebben wij er 500 op voorraad. Belangrijk is dus preventie. Ik denk dat iedereen een vuurwerkbril nodig heeft, want je moet bedenken, als je in de oude nieuwnacht na 12 uur naar buiten gaat, dan kom je in een oorlogsgebied. Mensen hebben iets gedronken en mensen hebben buskruid in de hand. En die combinatie levert ieder jaar gewoon veel te veel slachtoffers.